schat. Ga niet zo zacht rijden. Ja, ja. Hand in hand, die durven hoor. Jongens, kijk eens even hier. Wat is? Ja, kijk even hier. Leuk, leuk. Even kijken hoor. Underexposed, overexposed. Ja, het gibt daar nog geld. Ja, brutaal ook nog, brutaal ook nog. Oké. Okay. Ja, kan ook, anders kan hè. Mag ik jou even? Luier nou maar aan, man. Je luier aan. Zou je willen, hè? Vies Rick. Thank you.
vanaf het Rembrandtplein de Utrechtse straat in. Over de grachten naar het Frederiksplein. Waar die lelijke Nederlandse bank staat, waar vroeger die prachtige, imbeciele galerij was. Een restant van het, hoe heet het weer, Paleis voor Volksvrijheid. Hier ga je de stadhouderskade over, de Van Wouw in. En de Albert Kuip straat, de Ab Kuip, de Albert Kuip markt. Ja, ik kan ook wel mijn mond houden nu en zeggen, nou, jullie moeten maar zien waar het is. Het is natuurlijk heel leuk om te ontdekken. Maar we moeten ook even denken aan die mensen die niet zo goed bekend zijn in Oud-Amsterdam. Die help ik dus een beetje van wat en waar. Ja, het liefste zou ik het jullie inderdaad maar gewoon tonen en zoek het maar uit. Helemaal op stilte lijkt me ook mooi, niks zeggen. Maar dat is een beetje eng voor de kijker. Doodstille films, daar kunnen ze niet tegen, geloof ik. En zelfs de stomme films vroeger moest al een geluidje bij van een pianist in de zaal. Ah bon, we zijn nu over het Weteringcircuit de Vijzelstraat in. En dit is één hele lange opname, ononderbroken, vanaf de Rembrandtplein, Utrechtse straat, Van Wouw, Ab Kuip enzovoort. We snijden we door de stad. Naar de Munt toe, hè? Muntplein, komen we straks. Maar daar in de verte is de Munt. Inmiddels zijn wij in de Reguliersbreestraat, Tuschinski, Rembrandtplein, halve maan steeg. De Amstel. En dan scheuren we over de Amstel, over de Munt, de Kalverstraat in. Spui steken we over. Gelderse Kade, Nieuwmarkt en de Zeedijk op. De Loesje Zeedijk. Ik heb het al een keer gefilmd, recentelijk. Met de hele nieuwe penose van handelaren, pushers, junks. Ik heb daar geen zin meer in. Hier heerst de kop van de Zeedijk, waar het allemaal gebeurt. Met het kolkje. Ik laat de dijk nog één keer zien. Ik ga daar voorlopig niet meer werken. Nou, dit is op de Dam, de hoek van de